Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag in deze video ga ik het hebben over weer een item. Terwijl hier heel veel mensen zijn die maar 41 minuten in Fortnite gezeten heeft. Oh mijn god, dat is hier voor mij best wel druk. Laat even een blauw duimpje omhoog achter als je dat nog niet hebt gedaan. En als je nog niet bent geabonneerd op mijn kanaal, abonneer dan sowieso even met dat belletje aan. Om natuurlijk niks te missen van de video die ik upload. Oh mijn god, die is super druk. Bro, er zitten hier allemaal mensen, wacht. Laat me even deze bikkels innemen. Oh, daar komt iemand aan. Dankjewel, kunnen we heen? Zit er nog één achter? Dat is een andere Thor. Bro, hij heeft de oude Thor skin. Kom hier. Oh mijn god, let's go. We hebben het overleefd. Woe! Alright, jongens en meisjes. Zoals je kan zien, heb ik dus ook vandaag de nieuwe Thor skin aanstaan. Dus ja, als je mij nou nog meer wil supporten, gebruik dan even de mooie supporter creator code OMAGADESSESTO in de Fortnite item shop. Om natuurlijk heel erg te supporten. Maar, zoals ik al zei, vandaag in deze video gaan we het dus over 15 items hebben die uit de game verwijderd zijn, die niemand meer kent. En dus op zijn laatste ook een item die dus maar, oh mijn god, wat deed ik nou, 41 minuten in Fortnite gezeten heeft. Dus laten we gewoon gelijk gaan beginnen. We beginnen gelijk met nummer 15 en dat is de 4th of July launcher. Oftewel een soort van grenade launcher die dus in de game gezeten heeft, wat dus uiteindelijk geüpdate werd naar de grenade launcher zoals die nu in Fortnite zit of zat. Maar we hebben natuurlijk al heel lang geen grenade launcher gehad. Wat ik heel erg jammer vind, want dat zou me heel erg leuk lijken. Terwijl we hier een blauwe beurs krijgen om weer een keer een RPG of dus een grenade launcher terug te krijgen. Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk zullen vinden. Maar ja, het allereerste item die dus eigenlijk ja, verdwenen is uit Fortnite is dus inderdaad gewoon ja, de 4th of July launcher. En kijk eens aan, lekker even een big potje. Hebben we geen 100-100, maar wel weer in ieder geval wat extra shoot. En dan wil ik even kijken, wat doe ik? Ik doe die shockwaves meenemen, die zo en zo. Maar ik wil die big pot ook meenemen. Wacht, die daar. SMG mee. Dan doen we de shotgun weg. En dan neem ik denk ik gewoon die big pot gewoon lekker mee. Kijk eens aan. Dan gaan we geen shotgun gebruiken tot nu toe. Maar ja, dan kunnen we gewoon gelijk doorgaan naar item nummer 14. En item nummer 14, dat is sterren. Er is namelijk een plekje geweest. Zal daar mensen aan het fighten zijn, of niet? Moet op afgaan. YOLO. Ik ga eerst even op af, jongens, voordat we doorgaan. Zijn die onder? Je zit hier ergens. Zit hier. Ja. Let's go, dankjewel voor kill nummer 3. Kijk eens aan, wat top. En de sterren, dat was een soort van item wat je op kon pakken. Waarbij je dus vervolgens ook health kreeg. Dat was een bepaald stadje toen in Fortnite chapter 2, als ik het goed heb. Waar je die sterren dus kon krijgen. En vervolgens, ja, ze hebben er ook maar heel eventjes ingezeten. Want voor mij na 3 weken of zo zijn ze uit de game gehaald. Omdat eigenlijk niemand ze gebruikte. En eigenlijk, ja, heel vaak bij sommige dingen, Fortnite dingen add. Die totaal eigenlijk, ja, nutteloos zijn. Maar het heeft wel even in de game gezeten. En heel veel mensen zijn ze denk ik vergeten. Dus ja, als jij een van deze items nog herkent, laat het sowieso weten in de comments. Maar we kunnen dan ook gelijk doorgaan naar nummer 13. En op nummer 13 hebben we een klein eiland toen Flush Factory nog in de game zat. En op dat eiland had je een NPC. En buiten die NPC had je dus ook een gegarandeerde gouden scar. Met een speciale wrap van die NPC die je dus kon pakken. Dus als je daar landde kon je altijd gewoon een hele chille gouden scar unlocken. Ja, dat is gewoon heel erg nice, laten we eerlijk zijn. En je had daar ook een kamertje met twee ja, chesten waar je dus ook nog loot uit kon krijgen. Ik heb daar verder nog nooit van gehoord. Ik heb deze video opgezocht om het aan jullie natuurlijk te kunnen vertellen. En toen heb ik inderdaad gezien dat het zo was. Dus laten we even kijken of het ook gelijk in de buurt zit hier. Dan kan ik gewoon doorgaan met mijn verhaaltje vertellen. Nee, er zit niemand in de buurt. Oké, top. Maar als jullie nou vaker van dit soort video's willen zien, waarbij ik bespreek een top 10 of top 15 of top 20 in de game bespreek, laat dat even weten door middel van te abonneren, een blauw duimpje achter te laten. Terwijl we nog een legendary chest hebben. Bro, ik heb oprecht al 2 van die chests gehad volgens mij, of 3. Dat is echt bizar. Dankjewel Fortnite, het komt door mijn Thor skin. Komt oprecht door mijn Thor skin. Dus als je nou geluk wil, koop even die skin met mijn code in de items op, jongens. Nee, dan gaan we door naar nummer 12. Item nummer 12, optie nummer 12 is tipping de busdriver. En dat kon je doen. Je kon namelijk de busdriver tippen bij sommige NPC's. Dat kostte je 4000 goud. Ja, 4000 goud. Zoals je kan zien, ik heb nu 5000 goud terwijl ik deze emote eventjes doe. Maar 4000 goud dus betekent dat je bijna al je ja, goud verspeelt. En wat kreeg je ervoor? Helemaal niks. Je kon de battlebus niet besturen of iets. Wat er gebeurde is, je hoorde een battlebus geluidje. En links onderin stond dan, oh my god, Chesto has tipped the bus driver. Meer niet. Maar, iemand is me aan het pushen, jongens. Iemand is me aan het pushen. Kijk eens aan. Zo, zijn varkentje is kapot. Hij gaat wegrennen of niet? Oh, hij heeft zo'n grapple glove. Oh, Chesto, je hebt een goede aim.
Oké. Oh! Crack, crack, crack. Kom op. Hij is one shot. Kom op! Nee! Crack weer! Oh mijn god, waarom ben ik zo scheef? Kom op. Waar is die? Het kan niet zo scheef zijn, Chess. Dat kan niet. Hij is weer aan het grappelen of gaat hij zwemmen? Ik weet niet. Oh mijn god. Oh mijn god. Bro! Nee, nu zijn mijn beeld gerenderd. Oh mijn god, dit meen je toch niet? Oh, wat shit. Deze aim hebben jullie niet gezien, jongens. Deze aim hebben jullie niet gezien. Oh mijn god, wat erg. Maar dan ga ik alweer door met het volgende item. En dat is nummer 11. En dat was een collab van Fortnite met Rocket League. Door het vorige seizoen was het voor mij in een villa een bepaalde Whiplash auto te hebben gezien of hebben staan. Met een bepaalde camo erop. En die camo had dus te maken met Rocket League. En die auto reed dus ook voor mij 5 of 10 kilometer harder dan een normale Whiplash die je normaal in de map vindt. Er was ook maar één auto van in de game. Eén persoon kon die auto maar vinden. Je kon natuurlijk wel met... Oh mijn god, die lek. Je kon hem met meerdere mensen wel besturen, zeg maar. Totdat hij kapot was. Maar er was er maar één van oprecht in de game. Dus hij heeft er ook niet heel lang in gezeten voor mij, maar een maandje. En hij zit er nu sowieso niet meer in, omdat natuurlijk dit seizoen nieuw is. En ja, er nu geen Rocket League self-promo, of hoe zeg je dat, duet meer is. Dus ja, weet je, we hebben hem zelf niet gezien. Althans, ik heb hem zelf niet gezien. Misschien wel een paar van jullie. Maar ik heb hem voor mij nooit gezien of gebruikt überhaupt. Want ja, ik weet niet. Ik heb er toen niet op gelet. Nummer 10 gaat over een speciaal... Oeh, nou, dat ga ik niet meenemen. Nummer 10 is, Marauders. Ik weet niet, dat waren NPC's die random in de game inspanden. Ik weet niet of jullie die nog kunnen herkennen. Ik weet ze wel. Die kon je herkennen omdat ze dus, structures bouwden met witte verf erop. En die Marauders waren serieus echt vervelend. Terwijl er een auto hier zit. Om te killen, want ze waren ook echt met heel veel... Oh mijn god, deze gast heeft een Star Wars zwaard. Hij is cracked. Wow, ik moet die boom even kapot schieten. Eruit. Dankjewel bro. Dankjewel voor kill nummer 4. Maar die Marauders waren dus heel erg vervelend, zeg maar, om te killen. Ze hebben er wel een periode in gezeten. Volgens mij hebben ze dat hele seizoen erin gezeten. Kijk eens aan, we kunnen die Big Pot even meenemen. Dan kunnen we die minis wegdoen voor dat Star Wars zwaard. Kijk dit dan. Oh mijn god jongens, we hebben Thor met een Star Wars zwaard. Meen je dit nou? Dit is echt geniaal jongen, dat dit kan in Fortnite. Even serieus. Voor mij kan je dit Star Wars zwaard ook gooien, of niet? Hoe kan ik deze gooien? Gaat hij mij zichzelf gooien? Oh ja, huh? Oh, wat stiek. Oh mijn god, ja, ik twijfel alleen of ik mijn minis nou mee wil nemen. Of dit Star Wars zwaard. Maar, die Marauders waren gewoon echt heel vervelend. Ik kan ze nog heel goed herinneren. Ik denk dat jullie ze ook nog wel kunnen herinneren. Maar, ja, verder hebben we er heel veel last van gehad. Nee, niet echt. Hoeven ze van mij terug te komen? Zeker niet. Want ik vond ze echt heel vervelend. En ik denk toch dat ik mijn mini zo meteen weg ga doen. Want dat Star Wars zwaard, ja, ik weet niet of ik hem chill vind. Je drop hem hier gewoon. Gaan we gewoon even die minis terugpakken. En dan hebben we een helft over een Star Wars zwaard. Ik hoef hem niet. Dan kunnen we doorgaan met nummer 9. En op nummer 9 heb ik de Galactic Drone. Ik weet niet of jullie die nog kunnen herinneren. Dat was een hele grote zwarte drone die random in de map kwam. En die vervolgens ook kleinere drones afschoot. Om vervolgens irritant op je te schieten. Je kon ze eventueel ontwijken. Maar ik vond ze echt super vervelend. En heel veel mensen vonden ze vervelend. Ik weet wel dat die drones echt in solo heel vervelend waren. Ik ben er vaak ook echt door dood gegaan. Hier, er rijdt daar ook een auto beneden. Maar eigenlijk wil ik ook al doorgaan naar nummer 8. Terwijl hier even iemand anders onder zit. Kijk, daar is die. Hallo bro, Indiana Jones skin. Jij bent dood, dankjewel. Let's go, let's go. En er zit nog een auto bij, of niet? Komt er nou nog iemand aan, jongens? Are you kidding me? Ik wil gewoon even mijn verhaal doen. Schiet dit ding even naar beneden. Waarschijnlijk doet die damage op hem. Even kijken. Ja, heeft de auto wel gedamaged? Maar ik weet niet of die persoon gedamaged heeft. Komt die ook omhoog? Ja, hij komt omhoog, niet? Ik ga eerst dat ding omhoog knallen. Misschien dat hij daar omhoog pusht, want het staat in de brand. Oh ja, hij komt echt omhoog. Kijk. Let's go! Kunnen mijn sensors ook binnen. Alright, dan gaan we door naar nummer 8. En dat is een Season 3 mini-event. Er was namelijk in Season 3 een event waar bijna niemand van af wist. Even kijken, het was bij Krabby Cliffs. En daar kon je dus allemaal items zoeken die je moest verzamelen. En als je dat dus op tijd deed, ging er dus een soort van vliegtuig de lucht in. En kreeg je dus allemaal chesten te zien en allemaal drones. Ik heb het zelf niet meegekregen, want toen speelde ik zelf niet heel veel Fortnite, als ik heel eerlijk moet zijn. Maar er zullen ongetwijfeld een paar van jullie wel zijn geweest die dus dat herkennen. Dus als je het herkent, laat het weten. Ik weet het zelf niet. Maar waar we dan wel gelijk mee doorgaan is nummer 7. En dat zijn de Halloween zombies. Die heeft denk ik iedereen wel een keer meegemaakt.
En ja, Halloween zombies vond ik gewoon heel erg leuk. Maar die zombies konden je echt ook een zieke jumpscare geven. En dat herinner ik me ook nog wel. Ik heb ook een paar clipjes toen ik veel livestreamde. Dat ik inderdaad een paar keer goed geschrokken ben van die zombies. Dus die hoeven voor mij niet terug te komen. Ik vind de Halloween update zelf wel heel erg leuk. Maar er zit daar iemand en daar wil ik eigenlijk niet door dood. Dus eigenlijk twijfel ik eventjes dadelijk om misschien wel shotgun mee te nemen. Want ik wil hem dadelijk pushen. Want als hij daar daadwerkelijk de high-count hebt, zit ik heel goed. Oh mijn god, hij heeft een snipertje. Daar moeten we voor uitkijken. Maar we kunnen gelijk doorgaan naar nummer 6. En dat zijn de TNTina canisters. TNTina had natuurlijk een skin. En die had ook een bepaalde TNT canister in de map staan. Dat als je die oppakte, kon je daar heel mooi op schieten. En dan ging die een soort van branden. En op het moment dat je dus die op het juiste moment weggooide, kon je daar ook mensen mee killen. En eigenlijk is daar verder nooit echt meer iets mee gedaan. Want na het seizoen zijn die dingen ook uit de map verdwenen. En je kan ze nu het best eigenlijk vergelijken met, hoe ga ik het zeggen? De dingen waar je je auto mee kan refillen die je mee kan nemen. Fuel cans noem ik het maar. Even deze guy pushen. Dankjewel. Oh mijn god, we gaan ook gewoon echt lekker jongens. Ik ben gewoon een verhaal aan het vertellen. En we gaan oprecht ook gewoon echt super lekker in deze video. Dat is natuurlijk gewoon altijd lekker. Maar laten we dan gelijk doorgaan naar, even kijken, nummer 5. En dat is de Stranger Things collab. Want er is natuurlijk een Stranger Things seizoen 4 laatst uitgekomen. En Fortnite heeft inderdaad al, terwijl daar iemand in die poorten voort zit. Kijk eens aan. Een paar keer gehit. Vroegen mensen zich af van, joh, wanneer gaat er weer een collab komen met Stranger Things? En er is al een collab geweest. Want er is namelijk een tijd geleden, ik weet niet in welk seizoen het precies was, waren er verschillende portals. En via die portals kun je dus, ik deze guy even wil proberen te killen. Oh mijn god, hij heeft een heavy. Via die portals kon je dus naar andere portalen in. Mega Malls heette het volgens mij. Dat was het stukje waar die portals waren. Was natuurlijk een hele leuke samenwerking. Voor mij hebben we ook een paar Stranger Things skin al in de game gehad. Als zeg ik, weet ik dat niet zeker. Dus dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Oh mijn god, en deze keer heeft me echt kaart gehit. Bro, GG dat je mij zo hard gehit hebt. Even serieus. Die big pots innemen, er zit ook iemand hier beneden. Ga je even heel snel weg. Dat was die guy die ik er straks op kaart gehit heb. Oh mijn god. Blijft hier ook iemand? Holy shit, bro. Oké, van mij is iedereen weg. Dan hebben we ook nog loot drones gehad, inderdaad. Meteoren hebben we inderdaad nog gehad. Ik moet even opschieten voordat dat potje dadelijk voorbij is. Want anders kan ik het niet eens afmaken. Maar, inderdaad, de loot drops. Deze guy is bijna dood. Die waren in het vliegen. Die drones die dus met loot aan het vliegen waren, waren ook heel vervelend. Maar dan het laatste item waar ik het over wil hebben, is dus, let's go, terwijl het nu een 1 tegen 1 is. Hoe heet die dingen? De energy cells. En de energy cells hebben maar 41 minuten in Fortnite gezeten. Wat de energy cells deden, dat weet niemand. Niemand heeft er gameplay van gezien. Wat wel mensen weten, is dat het te maken heeft met de, hoe heet dat, Zeppertron die in de game gezeten heeft. En de Zeppertron zelf heeft ook maar 41 minuten in de game gezeten. Maar wat de energy cells dus waren, dat waren dus, hoe moet ik dat zeggen, de ammo van de Zeppertron. En ja, er is verder niet echt gameplay van. Terwijl daar de laatste persoon zit, jongens. Oh mijn god. Kom hier. Oh mijn god, 27 damage. Hij is niet heel erg weak. Maar staat er wel een porter voor. Daar kunnen we misschien wel in zitten. Weet je wat? We gaan gewoon die porter voor proberen in te komen. Ik weet niet waar die guy nu zit. Let's go. We zijn in de porter voor. Maar ja, dat item heeft dus echt maar 41 minuten in Fortnite gezeten. Niemand heeft ooit meer iets van dat soort ammo gevonden. Niemand heeft ooit meer de Zeppelin in Battle Royale gehad. Want in Forsaken World heeft natuurlijk wel gezeten. Maar waar is die laatste kerel, man? Kom op, laat me even met deze Thorskin mijn allereerste win pakken. Kom op, hij is hier. Wow, even uitpakken. Oplet, ik ga hem yeeten met mijn grenade launcher. Met mijn shockwave grenade. Yeet. Laat het, bro. Let's go, jongens. Oh mijn god, wat een lekker potje hebben we neergezet. Met mijn allereerste Thorskin, zoals je kan zien. Kijk eens aan. We hebben ook gewoon gelijk in deze video zieke dingen besproken. Ik had niet verwacht, terwijl ik zo'n verhaal aan het vertellen was, dat het zo goed zou gaan. In ieder geval, we hebben echt heel veel dingen gehad die inderdaad al uit de games verwijderd zijn. Maar zoals ik net al zei, inderdaad, dat item heeft maar 41 minuten in Fortnite gezeten. Dus weer vaker dit soort video's zien. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook even niet mijn Discord te joinen. Staat in de beschrijving. Dan zie ik jullie morgen gewoon weer bij een nieuwe video. Dus tot dan, jongens en meisjes. En voor nu zeg ik, later.